Naast culturele activiteiten is er tijdens dit kroonjaar ook aandacht voor kennis en onderzoek. De Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie, NSHI, lanceerde gisteravond in samenwerking met het Sarnamihuis Nederland de Centrale Historische Database Hindoestanen. NSHI-voorzitter Farid Kitwaru zegt dat deze database ruimer is dan de gedigitaliseerde immigratieregisters. De Centrale Historische Database Hindoestanen is een verzameling van bestaande databases die informatie bevatten over contractarbeiders. Dus ook die, zoals jij het zei, die NAS-database die er al is. Maar er zijn daarnaast nog klappers. Dat zijn aanvullende boeken met aanvullende informatie. Ook de, census. De census van 1921. Die informatie was ook beschikbaar. Informatie van Zuid-Afrika, daar hebben ze dus ook die registers bij elkaar gebracht. En ook de informatie uit de Calcutta-brieven. Vorig jaar hebben wij samen met het Sarnamihuis ook een 10-delige serie met Calcutta-brieven uit te geven. Dat zijn dus brieven die in de archieven gevonden zijn, die vanuit Suriname gestuurd zijn. Of vanuit India naar Suriname, maar die op een of andere manier in de archieven terechtgekomen zijn. En dat alles is gebundeld, is gedigitaliseerd. Dus door al deze databases bij elkaar te brengen en ze te ordenen, te structuren, kun je dus nu dan, als je dat goed doet, kun je verbanden gaan leggen. Kitwari geeft ook aan dat met de Centrale Historische Database het voor Hindoestanen nu gemakkelijker is om achter informatie te komen van hun voorouders in India. Het raadplegen van een enkele database levert soms geen gewenste informatie op. Echter, met de centrale database is de kans op het vinden van informatie iets groter. Maar nu heb je meerdere bronnen, toch? Waar je dus een gids op kan krijgen. En er wordt veel meer informatie met elkaar in verband gebracht. En dat is eigenlijk het bijzondere van deze database. En aan deze database gaan er ook verschillende social media aspecten gekoppeld worden. We denken eraan om te kijken als we een soort van een mobile app ervan kunnen maken. Dat je gewoon op je telefoon. Maar dat als je in die database gaat en je herkent een naam uit een andere database, dat je kan proberen via een chat of zo contact te leggen en te kijken van, hey, is er een match of zo. Dus dat zijn allemaal dingen die we mogelijk willen gaan maken. De Centrale Historische Database Hindoestanen is nog niet toegankelijk voor het publiek. Dit moet uiterlijk november 2023 wel het geval zijn, besluit Kitwaru.